Waar is iedereen buiten? Cateringchef Karin start haar inmiddels dagelijkse zoektocht naar haar lunchassistenten. Waar zijn mijn keukenprinsessen? Vandaag staan er maar liefst 4 dames op de rol die samen eieren gaan bakken. Ik ga niet afwas of afdroog. Jij mag alleen eieren maken. Niet afwas of afdroog. Oh, wow. Sorry. Wow. Gaat het? Sorry. Ik krijg heel veel haar in mijn gezicht. Mag ik mijn snackbag? Dankjewel, lieverd. Snackbag. Hou je snackbag. Aan de kitchen queen and I got the princesses with me. Terwijl Senna en Araskaya de tafel dekken, beginnen Selena en Emma al aan de eieren. Oh ja, ik maak die van mezelf en die van Milo. Dankjewel, lieverd. Wil je nog een stukje eieren? Nee hoor. Zeker? Ja, dankjewel, lieverd. Maar als Selena zelf ook aan tafel schuift, gaat Damien in de keuken eten. De situatie tussen hem en Selena zit hem toch nog erg dwars. Ik krijg als ik tegen haar zeg wat ik van haar vind. Ik vraag het alleen, ik ben niet aan het aanvallen. Ik vind het lastig hier dat ik eigenlijk mijn bek maar moet houden en niet mag zijn hoe ik vroeger geweest ben. Want ik kom hier al heel veranderd dan vroeger. Lucia probeert opnieuw met Damien te praten, maar stuit nu op behoorlijk wat weerstand. Ja, maar weet je wat is? Het ligt altijd allemaal maar aan mij en ik moet altijd maar rekening houden met anderen. Nee. Maar dat vind ik bullshit, want ik heb nu 2 weken mijn bek gehouden tegen iedereen over wat ik vind. Maar dan hoor je niet wat ik zeg. Nee, oké, maar dat vind ik wel. Ik heb hier nog geen 1 keer laten zien wie ik vroeger echt was. Alleen met die opmerking naar Selena. Voor de rest heb ik zoveel irritaties aan mensen hier. Het lijkt alsof iedereen ongesteld is hier al. Dat is echt niet normaal, nee. En ik vind gewoon dat iedereen elkaar zo weinig ruimte geeft. En daarin vind ik het gewoon wel zwaar, ja. Ik probeer jou om te helpen. Ja. Dit zijn dingen die gebeuren ook in het leven. U probeert mij te helpen, maar zijn toch niet, Lucia? Want wie staat hier met u hierover te praten? Ik, want ik zit ermee en mijn vrouw zit daar gezellig te chillen. En dan denk maar ik, iedereen heeft zijn eigen proces, Damien. Ja, waarom moet ik dan rekening houden met een ander proces? Nou, omdat dit ook een onderdeel is van jouw leven. Als we allemaal op een ander wachten, dan gebeurt het niet. Nee. Dus iemand moet de grotere zijn. Weet je, ik kom naar jou, want ik geloof in jou. En ik geloof ook in de power die je hebt. En de impact die je hebt. Ik heb je hart gezien. En als we altijd maar wachten, nou, zij eerst of hij eerst. Of hij doet het ook. Dan kunnen we wel inpakken. Dan gebeurt er niks. Ik wil niet dat jij straks Dream School uitloopt en denkt... Fuck. Ik ben dichtgegaan. Ik heb er niet alles uitgehaald. En ik ben gewoon lekker zo cruising tot het einde. Ik heb een paar leuke lessies gehad. En ik ga weer terug naar de straat. Dat wil ik ook niet. Precies. Dus daarvoor blijf ik je aanspreken. Niet om een kinderachtig ruzietje onderling, want die ruzietjes zal je straks ook hebben buiten. En hoe ga je er dan mee om? Ik vind het tot nu toe gewoon fijn dat ik over dingen kan hebben en dat ik soms mijn emoties kan laten zien. Daar geniet ik van, omdat ik dat eerder nooit heb kunnen doen. Ik zit je op je hielen om constructief te blijven kiezen. Daarin vind ik het gewoon heel goed dat ik hier ben. Alleen qua klas vind ik het gewoon zo zonde, want we kunnen een hele goede hechte groep worden. Alleen, ik mis de ruimte en de liefde tussen elkaar. Wij jongens hebben geen ruzie met elkaar. Maar de meiden maken elkaar gewoon kapot. En dat vind ik gewoon zo zonde. Damien's ongenoegen over de groepsdynamiek wordt na de lunch direct weer gevoed als er gedonder over de afwas ontstaat. Krijg ik nog wat hulp met het opruimen? Ik weet niet wie mij gekomen helpen. Nou, ik heb vorige keer al geholpen en ik ga ook helpen met die soep. Dus ik ga niet 3 keer helpen. Volgende keer met die soep en zo, dan ga ik al afwassen. Ja, hartstikke fijn. Ga Emma even halen hoor. Ja, Emma wil niet. Ja, maar wat is dat? Ik wil niet. Dan moet je naar de toe gaan. Emma, wil je ons helpen? Nee, maar ik heb al gezegd, ik heb al 1 keer afgewassen. En ik ga ook nog een keer soep maken voor iedereen. En dan ga ik ook afwassen. Dan moet iemand anders. Want wij kunnen niet... Schat, ik doe dit voor de 3e keer, omdat ik ook met jullie meeging. Want dat was... Maar dat hoef je niet te doen. Iedereen moet gewoon 2 keer. Ja, dan moeten de mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn toch volwassen? We kunnen dat toch gewoon doen? Ja, maar ik ga 2 keer. Ik ga nu voor de 3e keer. Ja, maar dat hoef jij ook niet te doen. Oké, laat maar. Ik ga deze discussie niet aan. Is iedereen al geweest met afwassen? En ja, ik ook al. Ah, zo onvolwassen allemaal. Wilt ze niet? Laat maar waaien, alsjeblieft. Gaan we dat doen? Ik ga hier echt niet mee bemoeien. Het is vanzelfsprekend dat als je de lunch doet, dat ruim je ook af. Dat weet je. Wat schijn heilig. The fuck? Waar staat dat nou op? Kanker aan, man. Je moet niet zo over mensen gaan praten. Het enige die zijn heilig is, ben jij. Hey, kijk wat je doet. Hey, laat gaan. Kom dan terug, deze discussie eindigen, meid. Laat gaan. Ik kom 1 seconde. Laat gaan. Laat zien wie hoger is hier. Hoger? Kijk, ik zit nu op de Mount Everest. Wat moet ik doen? Nee.
Nee, ik heb het gewoon over hoe volwassen wij zijn. We ruimen gewoon die tafel op. Alsjeblieft, laten we geen ruzie maken. Want ik weet dat dit echt fout gaat aflopen dit keer. Ja, maar dat willen ze. Het is letterlijk aan het opbouwen. Hoor je, ze lukt echt met de schil, hè. Ze zegt wie? Dat je kanker zo heilig bent. Lisanne, dat ik ga enige die zo heilig is, ben jij, hoor. Waarom zegt ze dat? Weet niet, omdat je niet mee wil helpen. Ik had dat flesje wat harder tegen de kop aan moeten gooien. Wie zegt dat? Ja, wie denk je? Lisanne. Ja. Waarom moet er nu zo'n hele heisel omgemaakt? Ja, ik ga toch twee keer helpen? Je hoeft maar twee keer. Ik ben best wel bezig met helpen, hè? Laat het, schat, laat het. Kom, het heeft geen zin. Ga je het nog opruimen, of niet? Oh, wel terug. Het ruikt hier naar wraak. Naar wraak? Jelle, hou je mond. Raak niet per se lekker, weet niet, hoor. Ja, Jelle. Koel af, schatje, koel af. Ja, ik zeg, ik ga zo echt uithalen, dat is zonder grap. Dierenmishandeling is verboden in Nederland, dus je mag het niet slaan. Ja, dat boeit me niet. Alsof ze niks kan terugverwachten. Dat kan ze ook niet. Schat, alsjeblieft. Ik krijg er echt hoofdpijn van. Laat het gaan. Ik kan het echt niet laten gaan. Ik weet dat het moeilijk is. Ik zou het eigenlijk ook niet zelf willen laten gaan. Want ik ben er ook niet mee eens. En wat krijg je dan? Krijg je van die grote monden naar je hoofd? Maar hoe eindigt dit? We weten hoe het eindigt. Het gaat sowieso zo eindigen, want dit willen ze van dag één. Dit is wat zij van dag één al zei. Ik wil sensatie, ik wil drama. Ja, gaan wij hun dat geven, ja of nee? Nee, hè? Gaan wij niet doen. Nee. Wij zijn beter dan dat. Dat sowieso, bro. Kijk. Maar wat doe ik als dat gezicht weer lekker voor me staat? Ik durf helemaal niet te confronteren. Als ik maar één woord zeg, krijg ik de volle laag. Dus dat doe ik niet. Dan ben ik blij dat Ariskaya dat doet. Ik ga dan even afwassen. Wil jij het afnemen? Want jij had al afgewassen. Als jij dat chillen vindt. Maakt niet uit, schat. Maak maar de tafel. Nee, ik voel me niet veilig daar. Weet je zeker? Ah. Ik meen het. Ik voel me niet veilig bij Emma en ik voel me niet veilig bij Selena. Serieus? Nee, ik ben echt niet in staat om te weten wat ze in staat zijn eigenlijk. Wat naar. Ja. Ze hebben opmerkingen achter mijn rug omgemaakt. Ik heb het gelaten. Nou loopt ze weer te zeggen dat ze bang voor me is. Terwijl ik haar al letterlijk sinds dat gedoe heb ik haar genegeerd. Ze is lucht voor mij. Senna, zo heet de hond van mijn buurvrouw. Verder ken ik geen Senna. Intussen zit Lucia in gesprek met Marco, die het natraject begeleidt. Na de houding van Emma en de lessen van vandaag wil Lucia met haar praten. Maar daar wil ze graag eerst met iemand over sparren. En omdat Erik er niet is, heeft ze dat aan Marco gevraagd. Want zij doet helemaal haar eigen ding. Ja. Als ze geen zin hebt, doet ze niet mee. Ja. Als ze geen zin hebt om af te wassen, dan was ze niet af. Ze komt over mij weg. Ja. En dan gooit ze daar een vuurtje, dat is daar weer even herrie. Ja. Ik weet niet wat nodig is om haar tot inzicht te brengen. Dat wat ze doet haar niet gaat helpen om te veranderen. Mm-hmm. En als ik haar op haar bord wijs, dan heb ik nou weer geen zin in. Ja. Krijg ik dat? Dus ja, waar moet ik beginnen dan? Zij bepaalt alles. Ja, dat klopt. Dus het is dan de hamvraag. Wat is de reden dat je dan naar Dream School komt? Nou ja, de krent uit de pap. Ik kom hier voor mijn eigen lessen en overleven hier en that's it. Er zit heel veel angst in. Het is een enorme ommezwaai die ze moet maken. Wil ze vooruit kunnen komen in die dingen waar ze nu terughoudend in is. Ja, ik weet niet of ze er veilig genoeg voor voelt. Nou ja, ik denk de grootste les voor Emma is dat ze het lef gaat krijgen om te volgen daar waar ze niet zelf de leiding in heeft. Ik hoop zo dat zij kan zien wat onze intentie is en dat haar patroon, dat ze zichzelf daarmee vast heeft gezet en dat dat de reden is waarom ze naar Dream School kwam, om daarna te kijken. Ja, wil jij met mij mee? Ja hoor. En haar patroon zien en benoemen is ook liefde. Alleen ziet zij het als een soort aanval. Waar moet ik zitten? Ze kan hard werken, dat soort dingen kan ze allemaal al. Maar dit, hiernaar kijken, dat zou voor haar een doorbraak zijn. Als ik je benader, dan weet ik nooit of je bereid bent om in te stappen of niet. Ik zoek een ingang om me te verbinden met je, maar ik weet niet hoe. Ja, kijk, weet u wat het is? Ik denk ook gewoon dat met sommige mensen heb je een klik en met anderen wat minder. En ik voel die klik ook niet echt. Dus dat hoe komt dat? Ik heb geen idee. En daar valt niet aan te werken? Jawel, tuurlijk wel. Dat zeg ik niet. Ik wil me graag verbinden met jou. Ik zie ook jouw potentie. Ik zie ook jouw onzekerheid. Ik ben niet onzeker, hoor. Nou, oké, dat voel jij misschien zo. Ik zie het anders.
Hè, jij zit in Dream School, je komt hier iets halen. Dan gebeuren de dingen in de les en buiten de les. En Dream School is allebei. Ja, en, zeker. En op het moment dat jij een commitment maakt om aan Dream School mee te doen, dan stel jij je open dat wij met je meekijken. En dan heb ik het gevoel dat je me niet toelaat. Ik zie niet die kwetsbaarheid en die bereidheid en die 100% om te kijken naar positiviteit en verder. Die zie ik dan niet. Nou, ik vond het een beetje een gesprek. Weet je wat het is? Ik vind niet dat ze altijd gelijk heeft. En ik vind het ook niet dat je gelijk beste vriendinnen met haar hoeft te worden. En dan gaan we naar de kunstles. En daar vervolgens doe je niet mee. Ik heb wel meegedaan, maar op mijn manier. Ik heb zeker meegedacht. Ik heb het gevoel dat je Dream School helemaal op jouw manier doet. Nee, zeker niet. Ik heb geleerd dat ik geen fles op iemands hoofd moet gooien. Ik heb geleerd dat ik mensen gewoon moet laten. Ja, dat doe ik nu ook. Dus ik leer hier zeker dingen. Dat is heel goed van jou ook, dat je dat doet. En ik kijk dan naar... En dat is niet mijn manier van doen. Want als ik mijn manier van doen had moeten doen, had ik weer naar haar toe gelopen. Had ze misschien weer een fles op haar hoofd gehad. En dat doe ik niet. Wat kom je halen uit Dream School? Mijzelf verbeteren. En ik vind dat ik dat zeker in heel veel stappen heb gedaan. Zij hoeft niet alles wat ik zeg aan te nemen. Een eigen wijsheid vind ik eigenlijk heel mooi. Alleen neemt ze niets aan. En die impact, dus dat zij mij zo buitenspel zet en dat ik daar machteloos over ben, frustreert me ontzettend. Was dat het? Nou, het is nog niet duidelijk wat je van mij nodig hebt. Ik weet het niet. Ik zou graag iets voor je willen betekenen, maar ik verlies het contact als je het moeilijk hebt. En wat ik je vraag, kunnen wij een afspraak maken als jij vastloopt dat we tool hebben van, hey, wat dan? Maar ik vind niet dat ik dichtsla. Okay. Nou, dan heb ik een nee. En dan ga. Nee, ik heb nooit gezegd nee. Ik heb gezegd, ik heb niet het idee dat ik dichtsla. Dan trek jij eruit dat ik nee zeg. Maar dat heb ik nooit gezegd. Maar dan kan je ook zeggen, ik vind of ik heb het idee dat jij dan nu weer in me dichtslaat. Is dat echt zo belangrijk? Of is nu de oplossing van, hoe kan ik jou bereiken als je vastloopt? Nou, ik heb een beetje het idee alsof jij van het negatieve uitgaat. Zoals je net dus zegt van ja, je slaat dicht. Maar ik heb helemaal niet het idee dat ik dicht sla. Op jouw bord staat 100% inzet en positiviteit. Dus ik hou jou aan jouw woord. En als jij daar dan niet voor open staat, dan heb ik het gevoel dat je de deur dicht doet. Het is echt een frustratie dat ik haar niet kan bereiken. Maar waarom raak ik daar gefrustreerd van? Who cares? Als zij niet wil. Ik zou het wel fijn vinden als er gewoon iets minder van het negatieve uit wordt gegaan. Want dat idee krijg ik wel. Iets opener naar mij toe komen of zo. Ik weet niet hoe. Ik hoor dat je zegt, is je moet nog harder je best doen. En dan ga ik bepalen wanneer dat je best goed genoeg is. Dat zeg en dan ga ik me misschien een beetje... Zo voelt het voor mij. Dus ik krijg daar een beetje dat ik denk, oh, daar gaan we weer. We gaan weer in de Emma-dans. Emma wil de controle. Emma wil bepalen. Er wordt door mij heen gepraat. Maar als je me laat uitpraten, ga je me niet begrijpen. Emma. Maar dan voel jij je nu toch aangevallen? Nou, ik voel dat ik je niet kan benaderen. Nee, maar kijk, dat zeg ik dus net. Nee, dat zeg ik dus net. Maar dan luister je niet. Ik heb op het begin duidelijk gezegd, ja, ik vind het jammer dat dat niet lukt. Ik weet nu op dit moment niet hoe. Oké. Maar dat heb ik op het begin al gezegd. En weer wordt het negatief neergezet, alsof ik niet wil. Waarom was ik zo op gebrand dat Emma even de sluier omhoog zou doen? Ik denk gewoon dat die band gewoon tussen u en mij nooit zo geweldig zou worden. En ik wil er best aan werken om gewoon in ieder geval die openheid te creëren. En dat we normaal met elkaar kunnen praten. Maar ik denk ook gewoon oprecht niet dat die band echt goed zal worden of zo. Dus aan de ene kant wil je dat ik je positiever benader, aan de andere kant zeg je, laat maar zitten, want het helpt toch niet? Nee. Dat zeg ik niet. Dat ze mijn intentie ondermijnt, daar voel ik me niet gezien. En als je Dream School bekeken hebt, dan kun je zien waar mijn intentie ligt. En ondanks dat moet ik mij opnieuw bewijzen naar haar en bewijzen naar haar. En wijs ze me af, en wijs ze me af, en wijs ze me af. En dat raakt mij heel diep. En dat stukje is van mij. Dus jij gaat nadenken over je bereidheid. Om mij open te stellen. En om richting te volgen als iemand je iets aanreikt. Ja, daar wil ik naar kijken. Ja. Nou, fantastisch. Nou, ik ga je nog positiever proberen te benaderen. Oké. Mag ik dan nu plassen? Ja, van mij mag je plassen.